We zitten in een wooncrisis. Maar ondertussen worden er in heel Europa huizen opgekocht voor verhuur aan toeristen via verhuurplatforms zoals Airbnb. En dat zorgt er niet alleen voor dat steeds minder mensen een woning kunnen vinden of dat de huizenprijzen totaal door het dak gaan, maar het heeft ook heel negatieve effecten op de leefbaarheid. Rolkoffers, dronken toeristen en ja, de lokale buurtwinkel, dat is in één keer alleen maar een plek waar je Nutella kan kopen. Ja, de woningmarkt, daar zie je dus onder meer, of zeker ook in Amsterdam door Airbnb, dat op dit moment zeker nog steeds veel te veel woningen worden gebruikt, zou moeten zeggen eigenlijk misbruikt voor Airbnb. Daar is dan de regelgeving voor ontwikkeld door Amsterdam niet meer dan 30 dagen, 30 overnachtingen per jaar. Daar werken de platforms helaas niet aan mee. Het is ook heel lastig te controleren, dus er zijn er nog steeds veel te veel. Huizen zijn om in te wonen, niet om winst mee te maken. Maar we zien dat het een lucratief verdienmodel is geworden voor beleggers om huizen op te kopen, dan te veranderen in toeristenwoningen en die aan te bieden via Airbnb. En Amsterdam zucht al onder de druk van dit soort illegale hotels, maar in andere Europese steden is het nog veel erger. Ja, je merkte eigenlijk vanaf 2012, 2013 dat het enorm in opkomst was. Een aantal listings, aanbiedingen werd op platforms als Airbnb werd enorm. Dat merkte je ook in de stad. Je merkte eigenlijk ook wel, dat hebben we ook gezien, dat vastgoed werd opgekocht om puur aan toeristen te verhuren. Wij noemden dat in die tijd illegale hotels. In eerste instantie heb je natuurlijk te maken met leefbaarheid. We kregen in de beginjaren en nu nog steeds heel veel overlastmeldingen van mensen die daar gewoon wonen en voortdurend te maken krijgen met toch wat, ja, soms wat feestende toeristen. Maar wat ook heel erg belangrijk is, is dat die woonfunctie behouden blijft in een stad als Amsterdam. Die kwam echt onder druk te staan, gezien de omvang van het aanbod. En ja, als stad wil je echt dat waar woningen zijn, dat die ook echt gebruikt kunnen worden als woning. Airbnb doet zichzelf graag voor als een bedrijf dat mensen aan elkaar verbindt en de wereld een stukje beter maakt. Maar in plaats van een leuk platform wat mensen die een kamer over hebben verbindt aan toeristen op zoek naar een plek om te overnachten, zijn ze tegenwoordig meer een miljardenbedrijf dat ervoor zorgt dat grote beleggers huizen opkopen en veranderen in toeristische verhuur. Maar daar zit nu juist het addertje onder het gras. Want terwijl Airbnb zich voordoet als een platform wat gewoon mensen aan elkaar verbindt, zijn ze ondertussen een facilitator geworden voor overtoerisme en heel veel overlast. En ja, steden in heel Europa proberen daar al jaren wat aan te doen, maar dat blijkt heel erg lastig te zijn. We hebben bepaalde voorwaarden waar je aan moet voldoen als verhuurder, zoals dat je niet meer dan 30 nachten per jaar mag verhuren. En dat je bijvoorbeeld hoofdbewoner moet zijn van de woning. En er zijn bepaalde regels al gemaakt, zoals de registratieplicht en de vergunningsplicht en de meldplicht, om te controleren of iemand daar aan voldoet. Maar als iemand bijvoorbeeld geen registratienummer vermeldt, dan weten we eigenlijk niet om welk adres het gaat. Dan is het heel moeilijk om onderzoek te doen naar die woning. Of als we daar inzicht in zouden kunnen krijgen in die gegevens, dan zou het voor ons veel makkelijker zijn om te controleren of er aan de regels wordt voldaan. Op het moment dat wij dat inzicht hebben, dan kunnen we ook beter onze keuzes maken waar we wel toezicht en handhaving moeten inzetten en ook waar niet. Dat maakt het gesprek ook met degene die het aanbiedt veel, veel transparanter en beter. We hebben een registratieplicht in Amsterdam en dat is inmiddels redelijk goed vastgelegd. En sinds we die verplichting hebben, zie je echt dat het aantal advertenties enorm is afgenomen online. Dus dat invoeren van die registratieplicht in Amsterdam heeft echt heel goed gewerkt. Om ervoor te zorgen dat echt alleen mensen met die geregistreerd staan, die er gewoon wonen, dat alleen zij nog een woning aanbieden. Ja. En dat helpt om de stad uiteindelijk betaalbaar en leefbaar te maken. Ja. Veel steden, zoals Amsterdam, maar ook bijvoorbeeld Barcelona, hebben regels ingesteld om de overlast van Airbnb te beperken. Deze regels kunnen ze echter niet handhaven, omdat ze totaal geen inzicht hebben over hoeveel nachten een bepaalde woning bijvoorbeeld wordt verhuurd. Dat is omdat die grote verhuurplatforms weigeren deze data te delen. En daar ga ik nu mee aan de slag. Er komt nieuwe wetgeving aan in Europa die het verplicht gaat stellen voor deze platforms om data te delen met gemeentes, zodat ze deze wet kunnen handhaven. Het is namelijk niet aan Airbnb om te bepalen wat wel of niet kan in de stad. Dat is aan de bewoners en aan de gemeente. En met deze nieuwe wetgeving gaan we bewoners weer centraal stellen, huizen weer betaalbaar maken en ervoor zorgen dat steden weer fijn zijn om in te wonen.